Kees Zethoff, trainer van Noordwijk. Wat een week voor jullie, hè? Ben je al bijgekomen? Nou, vanaf het moment dat zeg maar, de scheids afluiten, ben ik alweer bijgekomen. Dan vind ik het leuk om zeg maar, de aanwezigheid van de scheids zeg maar, dat ik hem bedank. En daarna ga ik naar de kleedkamer. Ik heb later wel de beelden gezien van de horsende menigte met onze eigen jongens. Dus dat, ja, mooi. Ja. En de jongens, heb je daar nog iets aan gemerkt na de wedstrijd? Na de wedstrijd, nou ja, het was plezant, hè. Ja, daarna was het zeg maar, ook het hele sportpark was gevuld met mensen. En, ja, tot in de late uurtjes was het wel weer heel gezellig in de kantine en omstreken. Ja. En krijgen die jongens dan op de training wel weer scherp? Ja, kijk, je moet het ook zeg maar, een paar dagen de gelegenheid geven om een plekje te krijgen. Ook bij de mannen, het moet een beetje indalen. En kijk, voor de training zijn we weer begonnen met op welke manier moeten we nou zeg maar, vanaf dit moment weer gaan. Toch, geniet van het moment. Geniet van het moment, maar kijk vooral vanaf nu weer vooruit. Ja. Jij gaat spelen met jouw ploeg tegen een oude liefde. En de vraag is dan natuurlijk, ga je die oude liefde pijn doen? Ja, nou dat is zeker de bedoeling, ja, op het sportieve vlak. Kijk, want wij spelen zoals altijd komende zaterdag ook weer om deze wedstrijd te winnen. En dan spelen sentimenten geen rol, dat mag daarna eventueel plaatsvinden, maar niet voor of tijdens de wedstrijd, absoluut niet. Nee. Wat heb jij nog met SJC? Nou ja, kijk, inmiddels is zeg maar het elftal wat ik destijds getraind heb aardig uitgedund. Er lopen heel wat andere jongens in, maar als je kijkt naar type mensen of de mensen die eromheen lopen, ja, daar heb ik in de 3 jaar dat ik daar zeg maar, heb mogen training geven, zeg maar, een goede band mee opgebouwd. En kijk, daar komt niks tussen. De jongens zijn misschien nog een beetje aan het zweven, hè, van de wedstrijd tegen Sparta. Dat is gewoon zo, denk ik. Dan komt SJC. Nou ja, jullie zijn ook nog eens de favorieten in die wedstrijd tegen SJC. Hoe zorg je ervoor dat je ploeg klaar is? Dat is, niet vanwege het feit dat ik nu zeg dat we aan de wedstrijd van komende zaterdag moeten denken. Kijk, we zijn met z'n allen met een bepaalde manier van denken bezig. Deze competitie, kijk, we hebben er zin in. En dan moet je niet zeg maar, zo'n tussendoortje, een wedstrijd tegen Sparta. Kijk, wij gaan de KNVB-beker gaan wij niet winnen. Hè. Dat is wel duidelijk ook voor iedereen. Ja, ondanks de euforie die zeg maar, is ontstaan. Maar die gaan we niet winnen, dus wij moeten dat gewoon zien als een heerlijk tussendoortje die we op meer dan serieuze wijze benaderen. Weet je, maar bij ons is en blijft zeg maar, de competitie ons hoofddoel. En dat is komende zaterdag dus ook zo. Ja. En hoezeer leeft die wedstrijd? Want het is een derby, hè? SJC tegen Noordwijk, nog nooit gespeeld in de competitie. Twee Noordwijkse clubs liggen nog geen 3 meter uit elkaar. 3 kilometer. Ja. Kijk, voor heel veel mensen eromheen leeft hij meer dan voor de jongens zelf. Kijk, in dit geval, kijk, Emiel is echt een Noordwijkse jongen. Dus ja, dan is dat een speciale wedstrijd. Het is ook een unieke wedstrijd met betrekking tot zeg maar, het feit dat het ja, binnen de competitie voor het eerst, zeg maar, zeker ook op dit niveau gebeurt. Weet je wel, maar ja, voor de rest, joh, het is 11 tegen 11 en we gaan lekker ballen daarom. Dus het is lekker in de buurt, heerlijk. We hoeven niet met de auto. We kunnen lekker op de fiets. Dat zegt meteen al, dat geeft al direct een indicatie over de terugreis. En ja, dat wordt gewoon heel gezellig klaar. Hoe gaat die terugreis? Op de fiets, maar ja, waarschijnlijk is de weg terug wat langer dan heen. Ja. En met 3 punten in de tas? Nou, kijk, dat is de insteek van het verhaal. En kijk, je ziet het ook een recente, kijk, een Lisse die voor de KNVB-beker winnen ze uiteindelijk zeg maar, van ECC. Kijk, en die gaan ook met wellicht, en dat zijn dingen die je als trainer niet in de hand hebt, zeg maar, een gevoel met betrekking tot, ja, we gaan er nu zeg maar ook weer het beste van maken. Kijk, en dat valt dan tegen. En dan ga je ook een beetje tegen jezelf voetballen. Kijk, en dat moeten wij zien te voorkomen. We komen namelijk vanuit een bepaalde euforie vandaan tegen Sparta. Maar voor de training, kijk, kregen ze dit al zeg maar, te horen. Dat we, kijk, we moeten weer terug naar af. We beginnen weer op nul. En we gaan weer vanuit zeg maar, een bepaalde nederigheid. Gaan we zeg maar, proberen SJC die wil op te leggen. Maar lukt dat niet of gebeurt het in de laatste minuut, is het ook allemaal goed. Weet je, maar niet, vooral niet tegen jezelf gaan voetballen. Je zei net, het valt wel mee eigenlijk hoezeer die derby leeft, die gevoelens bij die jongens. Is dat binnen de club zelf ook zo? Nee. Kijk, als je kijkt naar dat proeven wij vanuit de reactie van de mensen die eromheen lopen. Kijk, dan speelt dat meer dan zeg maar, bij die jongens zelf. En kijk, dat mag en dat hoort ook zo, want dat is meer dan gezonde rivaliteit. Ja, maar kijk, voor die jongens maakt dat niet zoveel uit. Nee.